Yo mensen, mijn naam is Link en ik heb een fantastische date geregeld vandaag met het mooiste, leukste meisje van de wereld. Roze Marijntje! Ik ga bijna van blozen, joh. Onze allereerste date, officieel. Heel romantisch. Heel romantisch. Echt romantisch. Bij de subway. Toppunt van romantisch zijn. Moet ik nu een hap gaan nemen? Nee, gewoon vertellen wat je hebt. Oh, oké. Okay. Je hoeft niet op camera te eten. Ik heb een broodje chicken teriyaki. Die heb ik eigenlijk altijd. Gewoon normale kaas, tomaat, komkommer, paprika, sla en honingmosterdressing. Weet je wat ik heb? Niks. Ik heb gewoon een wit broodje met alleen kip en kaas. Hallo? Wat ben je nou aan het... Ik zit bij de sub... Oh, hij gaat ook vloggen. Nee, dat hoop ik niet. Hallo? Nee. Mag ik Don even in de vlog, of niet? Yeah. Don wil niet in jouw vlog, want dan anders klikbeetje door. Ik wil jouw klikbeetje. Waar ik ben, ik ben in de subway. Waar, ben je nou bij Milan? Ja. Zonder mij? Ja. Ben ik nou uit DD gegooid? Ja. What the fuck, man? Ja, jij komt niet. Ik ben niet uitgenodigd. Ik wist niet dat opnames waren. Wat ben je nu aan het doen dan? Ja, ik ben op date. Met wie? Ja, met een meisje. En je hebt je camera mee? Ja. Waarom? Monetizen. Heb je toevallig ook nog een kanaal op een volwassen website? Die waar we niks van weten. Ja, dat doe ik later niet in de vlog zeggen. Ongezellig dat je er niet bent. Ze zeggen altijd bros before. Nou, dat vind ik heel gemeen waar ze bij zit, Jer. Ja, Link is er niet eens, maar ik heb gewoon wel de camera tegen zijn hoofd. Ik heb het nog subtiel een beetje aan de zijkant, maar jij gaat echt volledig. Ja, dit ben ik gewend van je, dank je. Nou, doei Link. Doei. Buiten dat ik een hele geweldige date heb, zijn we hier natuurlijk wel om een video op te nemen, want ik heb eigenlijk geen goede kledingsmaak. En daar heb ik Roze Marijn natuurlijk voor, want zij heeft de beste kledingsmaak van heel de wereld. Oh, is geen druk trouwens. Nee. Als je dadelijk helemaal verpest, Maar zij heeft in ieder geval een hele goede kledingsmaak en zij gaat nu een nieuwe stijl voor mij creëren. Een leuk outfit, alles op en eraan. Meerdere outfits gaat ze uitkiezen. Ik ben echt zo benieuwd. Ik ben zo niet gewend dat jij überhaupt met mode bezig bent. En nou moet ik in één keer voor jou... Daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Misschien vanaf vandaag wel. Dan ga ik jou gewoon die spirit geven. Ja, daarom. Ja. Ik krijg altijd te horen van mensen dat ik eigenlijk gewoon... Dat je er niet uitzien, nee. Nou, dat vind ik wel een beetje lullig van je. Jij bent een influencer. Zoom je nou in? Nee. Ik ben er van wel. Oh god, help. Is er een bepaalde look waar je voor wilt gaan? Nee, eigenlijk alles wat jij mag, wat jij denkt van dat staat bij mij, dan mag ik kiezen. Dus niet per se voor avondje uit eten of een chill dag? We hebben gewoon verschillende setjes dat ik wil doen. Oh, dit vind ik trouwens tof. Deze wilde ik zelf namelijk. Een emmetje heb ik. Ik ga eerst voor een beetje een casual outfit. Deze vind ik echt dope. Maar ik volg jou. Ja, ik moet ook gewoon een beetje even naar je kijken en dan bedenken wat... Boes, kijk naar me. God, wat zijn dit voor rare maten. Weet je wat voor broekmaat je hebt? Want dit is geen emmetjes. Ja, ik heb wel zo'n smalle beentjes heb ik voor de rest hoor. Ja, daarom. Ik moet niet op mijn knie hangen. Dat is zo 2009 of zo. Ja, jij weet die mode allemaal. Nee joh. Daarom heb ik jou meegenomen. Ik wil ook maar wat. Ja, daarom heb ik jou meegenomen. Zo, lekker een pak joh. Ja, wil je dat aan met zo'n giletje erbij? Ik heb wel een pak, heb ik wel, hè? Ja, echt? Maar ik heb een volledig pak, heb ik. Heb ik gesponsord gekregen. Dat gezicht. Ik had net een leuk kersttrui. Het is alweer bijna kerst. Is dat niet leuk? Fantastisch. Oh, ik kan straks ook accessoires voor je gaan uitkiezen. Ja, alsof ik echt accessoires draag. Ik haat accessoires. Kettingen, echt. Oorbellen. Kunnen gelijk oortjes, of hoe heet het, oorgaatjes laten schieten? Zal ik zo'n wenkbrauwding nemen? Zo'n wat doen? Zo'n wenkbrauwding, hier zo. Oh, ja. Of hier een septum. Oh, dat vind ik echt lelijk. Oh, echt dat vind ik mooi. Oprecht. Echt? Ja. Ook bij een jongen? Nee. Nou, ja, soms wel. Ja? Zou dat bij mij staan? Ik zoek een jasje. What the fuck? Oké, wat vind jij ervan als iemand een bandshirt draagt, terwijl ze die muziek niet kennen, zoals Metallica? Ja, je moet doen wat je wil, maar dan moet je het ook wel ownen als iemand dan vraagt wat staat er op je shirt. En dan moet je ook eerlijk toegeven, ja, ik heb eigenlijk geen idee. Oké, maar je bent maar wel... Maar ik vind eigenlijk dat je wel moet weten waar... Ik heb een shirt van Guns N' Roses en ik weet echt wel wat voor muziek die maken en ik luister daar ook wel naar. Maar als iemand geen Guns N' Roses luistert, mag hij dan wel dat shirt aan? Ik vind dat je niks mag verbieden eigenlijk. Ja, maar er zijn heel veel mensen die daar boos om worden. Ik vind dat een beetje verspilling van mijn tijd. Maar ik snap wel als je er boos om wordt. Ik kan dus geen M vinden, dus je krijgt een fucking groot jasje aan. Maar vind ik wel leuk. Ik vind het ook wel vet om jou gewoon zoiets aan te geven. Dit is echt niet iets wat jij draagt, tenminste, als in echt een outfit. Nee, niet als outfit, nee. Wel als gewoon chillpak thuis. Ik heb wel 2 of 3 trainingsbroeken, 6 joggingsbroeken. Ik wil aandoen, zeg maar, gewoon ook tijdens opnames. Dat ik gewoon boven op zolder gewoon de hele dag zit. Maar de meeste trek ik ze niet aan dan naar buiten. Ja, als jij denkt dat staat mij, dan moet je het gewoon pakken. Nou, dit lijkt me geen nest. Jawel, joh. Ja, ik ben er klaar mee. Ik pak een M. Ja, dus dat was deze. Er zitten touwtjes aan, dus je trekt hem maar gewoon helemaal strak aan. Hou ik wel van strak trekken.
Het is maar goed dat ik sinds 3 weken sport, want anders zou ik dit niet vol kunnen houden. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je elke dag een shoplog zien? Abonneer dan nu op X-Linktijgen. Heus geen zelfpromotie. Abonneer ook op haar. Skinny gaan we niet doen, dat vind ik niks voor mannen. Nou, je hoort het, mannen. Vind ik. Is jouw mening? Hij moet niet skinny zijn, hij moet ook niet wijd zijn, hij moet tussenin. Of ik trek je gewoon wel een skinny aan. Dat is wel grappig. Ja, ik ben echt bang dat het toch een skinny wordt. Zo staat hem heel goed. Nou, ze zijn niet zo stom te lachen. Nee, maar ik bedoel gewoon, ik vind skinny vaak gewoon niet zo heel mooi staan, mijn man. Dat ligt niet aan jou. Oké, ja, nee, maar ik voel me wel een beetje Maar misschien, zou ik het gewoon doen dan? Ja, waarom niet? Oh, zou ik jou zo'n fanny pack omgeven? En wat dus? Oh god, daar kan een switch wel in. Ja, daarom. Zo'n switchtasje. Dat is toch handig, heb je altijd alles lekker zo bij de hand. Ja, zeker waar. Maar het is toch goed dat ik gewoon met je omga al best wel een aantal jaar. Ook al maak je niet eens terug. Ook al zie je er zo uit, wat is zeggen. Nee, jawel. Nee, maar dat dacht ik wel. Not that mean. Ja, dan zeggen ze met shop met vrouwen altijd zo snel gaan. Maar vooral best wel tegen. Oké, dan gaan we passen. Ik ben benieuwd. Nee, ik ben benieuwd, want ik moet aantrekken. Ben je klaar voor de eerste outfit? Ja. Ja? Ga ik kraken dit? Oké. Ik zie wel dragen zo'n ding. Oh. Ik vind het oprecht echt leuk staan. Ja? Ja. Is het een beetje een go? Ja. Ik vind het echt heel leuk staan. Maar ja, dat heb ik natuurlijk van mijn eigen... Ja, je hebt zelf uitgekozen. Eigen stylingstijl. Dus wat vind je zelf? Ik moet heel wennen aan dat tasje. Dan moet ik echt aan al die guys denken die met zo'n tasje lopen. En ik zit al... Weet je wat dat is? Ik maak er zelf altijd een grapje van dat die mensen altijd met een Switch zeg maar lopen. Want een Nintendo Switch doen ze hierin. Voor de rest heeft het geen purpose. Ja. Maar nu loop ik er zelf mee. Maar het is echt handig hoor. Want dan heb je alles dicht bij de hand. Kijk, daar heb je ook broekzakken voor. Ik heb hier... Ja, maar dat hoodie, je... alles. Ja, maar je kan niet genoeg meenemen, hè? Dus wat meenemen is de sleutels, de portemonnee. Ja, maar je sleutels en je portemonnee kunnen veel makkelijker gestolen worden uit je zak van je broek dan. Ja, oké, dat is ook wel weer waar. Maar ik zou dan denk ik alsnog wel denk ik eerder in mijn zak doen dan hierin. Ik vind dat je oprecht echt leuk zijn, ja. Hallo? Hoi. Zo, je bent slim. Ja, zie ik er slim uit? Ja, heel slim. Ik vind het leuk staan. Ja, dat zeg ik altijd van mijn eigen stylingkunsten. Ja. Ik heb nog nooit zoiets aangehad. En die broek eigenlijk wel heel chill. En bril, ja, ik weet niet of ik een brillen vind. Ik ben heel slim inderdaad. Ja, ik te slim. Ja, maar ik zie er best wel... Nee, maar ik vind... En met vergelijking outfit 1, als je nu snel zou moeten zeggen, welke trek je liever aan? Ik zou ze allebei zeg maar half om half. Ik vind vooral die kaartjes echt leuk. Ja, dankjewel. Ik zou het vest nemen van het eerste outfit, maar hier van de broek. Ja, misschien die matchen met elkaar. Maar de trui staat je ook heel goed hoor. Ja, toch wel? Ja. En de bril ook. Ik niet echt trui dragen, maar... Maar de bril kan ik me voorstellen dat het is een neppe bril. Zeg maar, waarom zou je dat dragen? Maar die staat je wel goed, vind ik. Ja. Stel, ik zou uiteindelijk half blind zijn, dan zijn we allemaal over straat lopen. Ja. Nou. Is dat even mooi meegenomen? Meegenomen. Nou, even poseer. Ga ik even... Oh, prachtig. Doe de bril even op met de kaartjes. Oh, zo. Ik vind het best cool. Ja? Ja. Wel lekker black. Ik vind het eigenlijk ook wel cool. Want in eerste instantie wilde ik dus voor een hele zwarte outfit gaan. Alleen is het dan niet te basic, maar ik vind hem eigenlijk wel tof worden. Vind je wel wat hebben? Ja. Ja? Ja, ik vind hem echt leuk. Een kettingtje. Ik heb nu even die andere ketting, heb ik ze maar naar de achterkant. Ja, wacht, die zie ik hier. Nee, die moet je juist niet zien. En we moeten niet naar de achterkant van je muts kijken, want het was niet de bedoeling dat er een NASA-teken op stond. Ik dacht dat het gewoon zwart was. Als je zeg maar alle drie de outfits zeg maar, mij langs zou lopen, ja? Welk van de drie zou je denken van zo, dat is een lekker ding? Zo, ik neem dan niet de eerste, omdat hij toch dan te comfy daarvoor is dat hij opvalt, zeg maar. Mm-hmm. Denk deze, omdat deze het meest alternatief is. Ja, en als je mag combineren, de goede vraag. Ja, dan zou ik hem combineren met de tweede outfit, maar zou ik de vibe van de eerste ook wel heel leuk vinden, omdat hij juist zo chill is. Welke zou jij kiezen? Ik zou denk ik toch wel een beetje een combinatie van de eerste en tweede doen. En ik heb denk ik op zich ook wel wat hebben. Want toch? Ja, op zich. Snap je? Ja. Ook al ben ik niet echt... Nee, ik ook niet zo heel snel bij mannen dat ik een ketting uit zou kiezen. Ja, ik vind het op zich best tof staan. Oké, we hebben net heel veel dingetjes gepast, allemaal verschillende outfits. Ik vond sommige dingen van bepaalde outfits vond ik wel heel chill. En sommige dacht van, moh. Heb ik je verrast? Ja. Bepaalde dingen? Ja, maar ik vond het op zich ook van, nou, het zat eigenlijk best wel oké. Wat ik zeg maar zelf nooit had aangetrokken, weet je wel. Dus... Ja, maar dat is altijd. Je hebt bepaalde dingen die je bij jezelf nooit ziet. En als dan een ander zegt, trek het eens aan, dan kan het best wel meevallen. Ja, daarom. Moet ik gewoon één voor één pakken? Ja. Hij is leuk, maar... Maar niet leuk genoeg. Dus deze zou je op zich wel... Ja, nu mag wel op de ja-stapel. De muts wordt het sowieso niet. Mijn mutsen zijn mooie. www.linktijger.nl. Deze. Hij staat me leuk, maar denk wel nee. Heel teleurgesteld, alles te ophangen. Bril. Nou, dat snap ik wel als je die niet neemt. De broek. Die broek vond ik wel echt heel chill. Die vond ik echt leuk. Heel leuk staan. Nou, die vind ik wel leuk. De fanny pack. Ja, dat ik hem al terug kan hangen. Ja,
Ik vond hem bij Joshua echt wel erbij passen, zeg maar. Hij maakte wel de outfit af. Ja, dan wel zonder deze. Die vond ik ja, de lange. Maar deze is echt best wel tof. En die vond ik ook wel leuk. Ik vond hem wel wat hebben. Zeg maar, die past gewoon bij dat jasje. Naast denk ik Jaap gezegd op het jasje. Heb je gewoon een wit basic los shirt of zo thuis? Trouwens, deze is ook vet met het jasje eroverheen. Dus die capuchon zo over het jasje heen. Deze. De broek. Ik denk dat je hem uiteindelijk heel snel gewoon alleen gaat dragen als soort van broek thuis. En dat doe ik sowieso eigenlijk ook wel. Nou, ik heb eigenlijk gewoon een hele outfit, maar dan van alles een beetje geplukt. Ja, inderdaad. Dus wat hebben we in totaal? We hebben een broek, we hebben een jasje. We hebben een trui, we hebben zelfs een ketting, we hebben gewoon sieraden. Daar maakt hij eerst grapjes over, hè? Ja, dus eigenlijk gewoon heel oud. Ja, geen schoenen, maar die hebben we überhaupt niet gepakt. Nee, maar daar moet ik wel eerlijk over zijn. Ik heb gewoon maar één paar schoenen. Gaan we even op Instagram kijken? Op ja. Ja, dan ga ik... Oh, dan moet jij raden, ja? Hoeveel procent? Oké, okay, hoeveel zei je? 49 ja, voordat die leuk is. En de andere nee. 51 nee. Ja. Dus je denkt meerdere procent nee. En het is geworden 71% ja. Oh, oké. Okay. Dus, ja, best wel indrukwekkend. Ook een complimentje voor de styling ja. Skills. Oké, okay, de volgende. Weet je nog hoe die eruit zag? Ik denk daar 80 ja. Oeh. Wat? 39 zegt ja. Oh, zo weinig? Ja. Wow. Huh? Helemaal. En 61% zegt, nou, doe maar niet. Ja. Oké. Okay. En de laatste, dat is met de muts, ketting, jasje. Ja. Of wat denk je? Ja, ik denk dat mensen hier ook kritisch op zijn. 55 ja. 57 ja. Oh, en close. 43 zegt nee. Close. Maar die tweede had je echt niet verwacht. Nee. Dan ben je van geschrokken. Ja, ik had juist die eerste verwacht met dat tasje. Ik weet dat mensen daar gewoon niet zo van zijn. Nee, maar blijkbaar vonden ze het wel. Ja, en die tweede was best wel casual. Ja, op zich, dat tasje past dan wel bij die outfit. Ja, dat wel. Maar ik heb niet dat ik denk van, oh, ik heb nog een andere vest waar dat echt bij past. Nee, dit moet echt goed matchen, ja. I'm happy. Ja? Ja. Nice. Ik zie ook een glimlachje op je gezicht, helemaal blij. Wil je me inhuren voor styling? Je bent een influencer. Nog onder de 100. Mag je pincode filmen? Gaat er ook recht voor staan. Oh, zonke voor. Ja, ik heb nu ingevoerd. Heel jammer dit. Net lekker keihard geshopt. Nu aan de zuip. Nu aan de zuip. Ja, ik drink gewoon lekker watertje. Zo ben ik ook wel weer. Nou, ik heb niet zo'n judgmental naar me. Heb ik een lekker koude rakketje. Lekker pionsie. Gaan we cheersen? Op. Dat ik de beste stylist ter wereld ben. En? Jij... beste model. Daar proost ik graag op.